Hey, goeie wereld, dames en heren. Welkom bij onze nieuwe aflevering van Sonic Mania van de Brabant Gamers. En dit wordt op onze op één na laatste aflevering, want volgende keer komt de finale. Ik ben Odin, samen met... Joey, met de lolly in zijn bek. En godverdomme. En inderdaad... Met de kauwgom en de knauwhart. Volgende... Dus dit wordt een irritante video voor jullie. Volgende keer is de finale van Sonic Mania. En als Sonic Mania erop zit, gaan we beginnen aan zo'n nieuwe serie. Joey, wat wordt het? Mario geschept in de battle. Ja, die konden jullie waarschijnlijk al aanzien komen vanwege onze unboxing video. En nogmaals, als jullie die nog niet gezien hebben, zeker doen. De serie wordt in het Engels en we gaan vanaf tevoren een live maken van de serie die we... Nog willen doen. Die de potentie hebben om een serie te worden. Die de kans hebben om een serie inderdaad te worden. En daarna gaan we dus besluiten welke taal we doen. We hebben al besloten om... Joey, we hebben ook al Long Game Genesis en Super Mario Galaxy 4. Ja, en de vorige video is gecrupted. Dus er was eigenlijk een aflevering 4, maar die is weg. Ja, maar in ieder geval, we gaan Mario plus Rabbids Kingdom en Battle in het Engels doen. Willen jullie ons series in het Engels blijven laten doen? Laat het dan weten in de comments beneden. En als maar gaan we het waarschijnlijk gewoon blijven doen, want we hebben het gevoel dat we in Engels wat meer door kunnen breken. Ja, maar... Ik had ook laatst gehoord dat sommige mensen onze unboxing video een beetje irritant vinden vanwege ons slechte Engels, wat we niet hebben. Maar willen jullie ons... Laat het zelf weten, willen jullie ons Nederlands of Engels laten horen? Laat het weten in de reacties beneden. Joey. Hoezo? Er staan geen comments. Weet ik, weet het, maar een vriend van mij bij Scouting had ons gezien bij onze unboxing video. Ja, maar hij is Nederlands en kan niet goed Engels. We zijn ook letterlijk de Brabant Gamers gasten, hè? Dat is wel een beetje, maar boeien. Laat het gewoon weten. Geniet ja, maar van... ik bedoel... Geniet gewoon van Sonic Mania. Brabant Gamers is alleen maar de naam. We zijn niet kwebbelkop gast. Ja. Anders doen we gewoon Nederlandse en Engelse series. Ja. Dat is een goed idee. Dat gaan we gewoon doen. En willen jullie dat we een serie aanpassen van onze taal, laat het dan gewoon weten. Maar voor nu, wordt Mario plus Rabbids Kingdom Battle in het Engels. Maar het is een beetje dom als we een serie in het Nederlands beginnen. En dan uiteindelijk echt van, oh, mensen willen meer in het Engels zien. Ja, fuck it, we gaan wel naar. Boeien, we zijn nou bezig met Sonic Mania. Ja. We gaan gewoon een lijst maken. Welke series zullen makkelijk zijn in het Nederlands? Welke series vinden we leuk om te doen in het Engels? Ja. Maar anders dan kunnen we zo'n ding kopen op een DS zetten. Dus dat we DS kunnen filmen. Ja. En dan doen we de nieuwe... Mario kit. Ja, en een paar van de honden die komen net binnen. Dus, sorry, maar we zeggen nu even tegen ze dat ze stil moeten zijn. Sorry, dan de hond is thuis. En daarmee bedoelen we Joey's familie. Yeah, je bent dood. Woe! Ik sta niet uit... opnieuw te beginnen, bro's. Ik sta nu eigenlijk best wel goed dat deze zo'n Metallic Madness zo heet. Ik bedoel, letterlijk alles is mijn taal. Ah, oh, ik haat die enemies. Je kan ze niet vernietigen. Ze zijn letterlijk Alu Akbar. Onverslaanbaar dus. Nou, Alu Akbar verslaat zichzelf een beetje. Oh, ze doen dat... ze doen die dat... S-grap. Ze doen dat ding met de achtergrond, net zoals bij de Donkey Kong. Iedereen vindt die S-grappen leuk. Iedereen vindt IS leuk. In ieder geval opnieuw. Oké, jongens. Dit is wel een IS-grap voor vandaag. Kijk voor dat. Weet je dat zeker? Boy. Snap. Als je geen invisibility frames. Oh, maar Mario plus Rabbids Kingdom Battle wordt ook 100%. Dus maak er komen wel kleine afleveringen waarin we teruggaan naar werelden om alles te pakken. Dus maak je niet eens zorgen, alles wordt 100% gehaald. Dus zodat jullie de volle ervaring kunnen beleven van dat spel. Het is zo geweldig spel. Anders dan als we in het Engels doen, maar als dan de mensen vinden de Engels irritant vinden. Ja, dan past het pas dan het wel. Zeg het maar voor, zeg het maar. Dan past het wel aan Nederlands als jullie het echt niks vinden. Ja, maar sommige video's worden gewoon Engels. Ja, sommige. Soms... Zeg maar. Ja, gewoon. Voor de views, zeg maar. Ja, sommige series waarvan we denken daar kijken Engelsen meer naar. Die doen we gewoon in het Engels. Rabbids is één voorbeeld.
Ik denk wel echt dat dat meer views zal trekken als we dat in het editen. Al het ijs doet me denken aan die film The Iron Giant. Hebben jullie ooit The Iron Giant gezien? Ik ken hem. Ik heb hem volgens mij. Ik ken hem wel, maar ik heb hem nog niet. Dat was vroeger echt een van mijn favoriete kinderfilms. Oh ja, shit. Kinderfilms. Ah. Is het een kinderfilm? Ik weet het niet eens. Ah, pis. Ja, voor de gast. Dat was een rooibal. Hij stond echt weg voor je. Ja, wel eens. Karakofan. Oh, niet deze baas. Is dit al de minibaas? Maar hoe Tails dood gedaan voordat de baas er überhaupt was? Ja, boeien, Tails kan niet doodgaan. Nee, ik heb niet Super Sonic. In dit profiel. Oh, wow. Deze baas die we nu zien is een verwijzing naar de Sonic strips van nummer 288. Wow. Hoe fucking weet jij dat? Ja, omdat... Hij heeft die strips. Nee, ik heb ze niet, maar... Ah, Tails is dood. As always. Ik heb de stripboeken niet, maar ik ben wel verveeld genoeg om ze op het internet op te zoeken. Dan heb je dus 288. Yes! Nu gaat hij in 290. Ook goed. Nope. Kijk uit. Je hebt hem al verslagen, hoezo blijft het doorgaan? Tweede fase. Ja. Boeien, fuck zo. Ben ik de enige die super hype is voor de nieuwe Kirby game? Ik wel. Waarvan we een serie gaan maken? Kirby is het beste spel ooit. Inderdaad! Kirby is het beste karakter ooit. Inderdaad! Is... Ah, nee! Wat typ je terug dat ding op? Je zag... Ik zag het niet. Je zag hem letterlijk. Weet je, dat is gewoon een serie die ik wel in het Engels moet doen. Sorry. Kirby. Nou, willen jullie dat we Kirby in het Engels doen? Laat het weten in mijn reacties. We kunnen niet al het bekende spellen in het Engels doen. Dat klopt. Hop. Anders hebben onze normale kijkers ook niks meer te Wat kijken. Heb je eigenlijk aan Tails? Pak die ringen voor je op. Ja. Maar dat is ook kijk. En hij kan een klein stukje vliegen. Dat is ook alles wat hij goed voor is. Ik vind klassieke Tails eigenlijk veel beter dan moderne Tails. Moderne Tails is echt zo'n wijsneus dat denkt dat hij echt de slimste ter wereld is. Ik vind Tails door de beste Tails. De creepypasta versie van Tails. Nee. Weet je wat ik nu bedenk? Zeg het. Kunnen we niet doen wie de serie, van wie de game is? Bepaalt de taal. Maar gezien Kirby waarschijnlijk voor de Switch is. Laat dat in de comments beneden weten. Wat Nee, maar ik bedoel, wij mogen ook keuzes nemen. Maar Joey, aangezien jij het waarschijnlijk voor de Switch is, dus jij het waarschijnlijk gaat kopen. Uit, gast. Ja, maar ik bedoel, je hebt hem. Een serie zoals Crash Bandicoot als Odin Dying. Ja, die is. Dat kan in het Nederlands, toch? Ja, dat mag best in het Nederlands. Kijk uit! Oh. Als jij dat kiest, want dat is jouw. Want dat is jouw game. Kijk uit! Oh, dit wordt risky! Sterf! Oké, doodse stilte. Kijk, dat is snel. Yes! Minibaas gehaald! Hou dat ding omhoog! Oh, ik kwam er nog even voor de safe! Boeien, we doen het voor het wijsvingertje en de peace. Ik kan niet eens kunnen teabaggen. Vinden jullie niet een beetje raar dat... Vinden jullie niet een beetje raar dat dat bord kan knipogen? Wauw. Eerst op staan van app 2 en dan ga ik meteen dood. Hey, is dat... Jongens, ik heb iets. Luister even, oké? Is dat bord, elke keer dat we zien als we een level gehaald hebben, eigenlijk gewoon een andere Sonic in een andere dimensie die daarin is opgesloten ofzo? Jongen, begin je eigen fandom page. Nee, ik begin gewoon... Game Theory. Wat? Anders toch ga je bij Game Theory zitten. Ja. Game Theory is Hier komt de hond! Game Theory is 3D Classic Sonic gevangen in de level van Sonic Mania. What? Nee, ik heb. Omdat dit een serie... Want, hond, deze serie begonnen we in het Nederland. En ik denk dat honden... Zijn we nou een baby? Oh, we zijn een baby! Maar zeg maar, ik zal het zo zeggen. Wij zijn vanuit... Ik vind Engels voor videogames van Nintendo beter. Want als je de lore in het Nederlands hoort, klinkt het gewoon dom. Ja, maar Joey... Alles in het Nederlands klinkt dom. Dream Team is een gigantisch voorbeeld van hoe dom het klinkt in het Nederlands. En hoe goed het klinkt
In Engels. En Joey, voor je ja, maar Joey, wij zeggen nou net, hè? Niet heel veel Nederlanders zullen Odyssey in het Nederlands spelen, bijvoorbeeld. Dus dan kunnen wij de eerste zijn die Odyssey in het Nederlands speelt. Snap je? Hey Joey, alweer. Zijn er alles in het Nederlands? Klinkt vreselijk. Ja. Niet alles. Jawel. Fighting Nemo had goede stemacteurs. Daar hebben we het niet over. We hebben het over videogames. Hoi. Nee. Hond. Rot op. Ik ben een mens. Ja. Nee, je bent toch hond. Je bent een magische hond die kan praten. Oké. Jongens, ik verwaar de hond wel. Doen jullie even. Kom maar, hondje. Kom maar. Zie je het? We gaan je uitlaten. Nee. Het is goed. We gaan je uitlaten. Kom maar. Okay. Joey, hond! Volgende keer als je bij ons wil zijn, stuur dan een mooi kaartje en vertel van je. Ah, kill me! Zie je zo goed? Oké, kom maar. I will survive! Boven! Kom maar mee. Boven! Wij gaan naar boven! Nee, de hond gaat naar boven, dan mag hij in deze. Oké! Speciale hond. Dat was zeer rampzalig. Ja! Sorry mensen, de hond is een maar beetje sorry, irritant. Ik zit op tweetalig VW. Oh, dus Engelse series zijn ook goede oefening. Ik dacht dat jij... We kunnen ook Latijnse series gaan doen. Ik dacht dat jij niet goed was met Engels, gast. Dat bedoel ik. Juist goed met Engels. Waarschijnlijk beter als jou! Ha! 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 Ik vind Baby Sonic heel lief. Shit, Baby Sonic, die kleine zorg. Mag ik deze doen? Nee, wacht, want ik... Boeien. Oh, dit is er eentje die ik goed kan. Voorzichtig. Oké. Joey is nu zin. Je krijgt dus een gold medal als je ook alle rings krijgt. In een bonus stage? Ja. Oké. Dus ik wil kijken, want deze kan ik goed, dus... Ik geef een commentaar, concentreer. Okay. Joey is nu zeer druk bezig met alle dingen en de ballen gedaan. Shhh. Focus. Ik kan wel een beetje flashen, maar focus. Oh nee, ik ga snel. Ik ga zo duidelijk naar huis, dus als iemand... Ik had het! Dit is het, dan gaat het. Ja, okay. Ik wist het. Ik wou niet negatief klinken, maar... we gaan ook nog een stuk van de laatste zone doen. Nu dat mensen die zeiden dat de finale is, nee, want of we stoppen recht voor de laatste baas. Hè? Nee, we gaan wel de Sonic Mania finale doen. Ja, maar of we stoppen recht voor de laatste baas. We zijn niet Game Grumps dat we een serie beginnen en dan er opeens om de havenklap mee gaan stoppen. We stoppen er niet mee. Ik bedoel dat we stoppen met de aflevering. Oh, oké. Oh, ik ben Super Sonic. Waarom ben je Super Sonic? Omdat we alle dingen hebben. En ik heb hem vergeten, wat zou ik zien? Wat? Zie je het scherm bewegen als ik mijn dash doe? Ah! Kill hem! Heeft Eggman nou zo'n speelgoedautomaat? Ja. Hier zit dan. Oké, dit is nu al mijn favoriete baas, sowieso. Oh, hij gooit van die kleine mini-baasjes. Van de... Maak ze af. En dat is trouwens Amy. Wow. Screw you, Amy. You suck. Die! Was dit het? Jongen, deze is super makkelijk. Was dat het? Hij gooit als een speeltje. Oh, dit is het mooie, Yeah. Gaan we weg, ja. Oh, wacht, kleine teabag! Dit was het waard. Geef een like voor de kleine teabag. Maar wees ja, vrij! Ik hou ook meer van Engels. Boeien. Laat gewoon weten wat jullie vinden dat wij moeten doen qua taal. En zoals altijd bedanken wij jullie hartstikke veel voor het kijken. We gaan nog niet af. We stoppen nog niet. Nee. Oh, boeien. Nee, de finale bewaren voor de volgende keer. We hebben niet genoeg tijd om de hele finale te doen. Dus we moeten een deel van dit hierin stoppen. Oh, dus we gaan de eerste zone nou hiermee? Ja. Oké. Dus jullie krijgen een extra zone erbij, dames en heren. Eén zone. Oh wow, die achtergrondgebouw doet me heel veel denken aan Studio. En ik heb eindelijk de ability van Sonic in deze game uitgevogeld. Nadat je springt, moet je gewoon B inhouden en dan doet hij. Oh, je bedoelt de drop dash. Ja. Eindelijk weet ik nu hoe dat werkt. Die gebouwen op de achtergrond doen me heel erg denken aan Studio. Oh ja, inderdaad. Ja. Waarschijnlijk is dit gewoon, staat dit ook in Studio Plus. Dit is ook het koningshuis van Studio Plus. Ja, oh dat zou echt zo cool zijn.
Jongen, waarom komen jullie nu allemaal met die geweldige fandoms? Nee! Ik zou zeggen, begin jullie eigen fandom kanaal. Niet fandom, gewoon verwijzingen en theorieën, gast. Mag ik er nog even op wijzen dat jij eerst Fandom Destroyer heette? Mag ik, mag ik er even op wijzen dat jij letterlijk Splash Medic heette? Ik bedoel, wat was dat voor naam? Ja, ben je een dokter die een splash maakt? Nee, ik vond... Jongens, Kinderlokker! Kinderlokker, dat was een Kinderlokker! Die, dat is een fucking robot! Weet ik maar, hij lokt hier in je busje, hij lokt hier... Weet je waar jullie ook weer uit kunnen kijken, mensen? Dit is in het Nederlands, dit is een serie die we sowieso in het Nederlands gaan doen. Welke? Rocket League? Nee, ik mag gewoon... Rocket League! Ik heb nog nooit gespeeld, maar ik weet dat het gaat over voetballende auto's. Afhankelijk van de prijs ga ik het kopen. Voor jullie entertainment? Nee, ga ik het gewoon kopen omdat ik er beter in wil worden. Ik heb een vriend dat direct met iedere keer als we dat samen op zijn PlayStation spelen. Wee, Super Sonic! Sommige mensen vergelijken Sonic heel erg veel met de Super Saiyan van... Is hier. Wow, wat de hel. En jullie denken ook waarschijnlijk dat Sonic Super Saiyan heeft afgekraakt. Maar Sonic, die was geïntroduceerd in 1991. Ja, hij was eerder. En Super Saiyan was pas geïntroduceerd in 1992. Je bedoelt Dragon Ball Z. Dus wie doet wie? Wat? Maar Joey, Super Sonic was. Joey, even serieus. Sonic heeft nog steeds de Super Saiyan opgericht. Want Super Sonic werd pas geïntroduceerd in Sonic 2 in 1992. En Super Saiyan was pas geïntroduceerd een paar maanden eerder. Dus, ja. Was pas geïntroduceerd een paar maanden eerder. De Super Saiyan was nog steeds eerder dan Super Sonic. Screw this, I have tails. Dus Sonic heeft nog steeds... Maar zeg maar, ik vind gewoon dat die... Het ding is... Playthroughs van dingen zoals Kirby en Mario zie ik meestal in het Engels op YouTube. En totdat er geen Nederlandse YouTubers bestaan die geen vloggers zijn. Ja, misschien worden wij echt... En Nederlandse video's als het over games gaan, zijn het meestal Overwatch video's. Oh, die Kinderlokker weer. Ah, pedo! Ik ben verrast dat hij geen auto heeft, Ben. Ik heb snoep. Hij staat er zo heel stil van, ik doe niks. Als ik maar lang genoeg stil blijf staan, denkt hij, ik ben geen gevaar. Woo! En dan denkt hij ineens van, Come on, we can do it. 100. We can do it. Dat was echt erg. Weet jullie nog, volgens mij was het aflevering 3 of 4 toen we met Nauts eindelijk een bonus stage haalden. Oh, what the hell. What is this death trap? Wat is dit? Je moet leunen. Whee! Ja. Rolling around at the speed of science. Blowing around at the speed of science. Wat is er? Niks, ik dacht ook dat ik daar nog op. Joey, rustig, je verliest je concentratie, doet het perfect. Wat? Oké, nou begin ik geïrriteerd te raken. Oké, verder. Heel de. Wauw. Maar de reden dat je dit dus nu wou doen, is omdat deze zoon gewoon zo lang is. De act is lang. De tweede act duurt 10 minuten. Ik vraag me toch elke keer af hoe Eggman het voor me kraak krijgt om zoveel robots te bouwen en basis elke keer als Sonic hem verslaan heeft. In de Sonic cartoon laat het serieus zien dat hij gewoon wat troep in een container stopt en daar komen robots uit. Serieus? Er was zelfs een aflevering met een robot als fietspomp. Welke cartoon? Sonic X, The Adventures of Sonic the Hedgehog? Er zijn eigenlijk veel te veel Sonic-series gemaakt. Veel te veel. Echt veel. Tails, where are you? I need you. Er waren echt... There you are! Er waren echt veel te veel Sonic-series. Why are you doing it? Je moet do vieren. It. Yeah! Kom op, maatje. Help ons omhoog. Maar jullie kunnen ook uitkijken naar de top 5 die we hebben geplukt. Ja! We gaan hem niet vertellen welke top 5 het is. Ik heb überhaupt ook helemaal niet eens gehoord over die top 5. Oh, dat. Dus een ja, top 5. Ja,
dat! Dus ik wist daar echt wel van hoor, Brenton. Inside jokes. Nog een leuk ding om... Oh my god, ik haat dit. Wat is er, gast? Je moet gewoon naar boven, ja, kom op. Kijk, het is makkelijker om te zeggen. Ja. Ja, lekker. Dus dat is weer een leuk ding voor in reacties. Welke, waar denken jullie dat we een top 5 op gaan maken? Oh my... Nee, dat hoeven ze niet te zeggen. Nee. Als ze willen, dan mogen jullie het doen. Ja, ze mogen alles. Niet dat iemand een comment achterlaat. Deze aflevering is gewoon een vraag om reacties. Niemand laat ooit een comment achter. Je moet een beetje spinnen, ja, en dan omhoog. We hebben één comment gehad en dat was een hate comment. Nee, ja. Mijn vriend heeft ook gecomment op onze eerste Sonic Mania aflevering. Bedankt voor een gigantische shout-out naar mijn klasgenoten uit V3BT. V3BT? Wat hebben ze gedaan? Ze hebben tegen die heen gezegd, zoals... Oh, nice. Je moeder is een jongen. Ja. Dat was... Zo hilarisch. Dus haters, kom je aan ons? Dan kom je ook aan onze vrienden. Hou iets. De Brabant Gamers zijn... Brabant Gamers zijn immuun tegen haters. Wij zullen nooit worden neergehaat. Never. Maar je bent ook niet zo goed, of wel, gast? Fuck. Want jij kan het beter. Ja, ik bedoel, in dit stukje ben je gewoon niet zo goed. Nee. Ik heb het gevoel dat bijna niemand echt goed is in een stukje. Kom op. Oh! Wat nu? Wat nu? Oh! Spring! Spring, laat Tilsje overvliegen. Oh, we hebben zijn er. Oh, godzin! Laat alsjeblieft de minibaas hier juist zijn. Safe! Minibaas? Yes! Deze minibaas is dom, dus ik ga voor damage boosten. Is dat Gladys van Portal? Nee! Het lijkt wel op het oog. Nee! Ik haat jullie references die gewoon geen references zijn. Boeien. Dit is echt een heel... De raarste minibaas tot nu toe. Dit is gewoon echt de raarste minibaas tot nu toe. Maar de waterkoker was nog raarder. Tails, vlieg! Oh fuck. Tails, anders kan je hem niet raken. Raak hem! Raak hem, Tails! Waarom kan Tails hem niet raken? Lekker. Go, Tails! Tails! Yeah, go Tails! Tails MVP! Tails is useful! Oh my god. Dit is gewoon letterlijk een oogbal, een mechanische oogbal die dingen op ons afschiet. Mooi toch? Oh man. Pak de ring! Oh. Waarom kan ik hem niet Tails. Joey staat op. Shit, you just got real. Tails, buddy! Hit him! Tails is nou echt zo waardeloos. Tails, I thought you were useful! Waarom kun jij niet raken? Daar spreekt hij ook niet. Go, Tails! Ja, you suck! Ja, we hebben hem! Was dat nou zo moeilijk, Tails? Was dat nou zo moeilijk? Tails! In ieder geval, dit was act 1. Volgende keer bij Sonic Mania, de lang verwachte finale. Nee, wacht, er is nog een klein stukje. Dat telt een beetje als de cutscene. Oh, cutscene. Tails boeit valt in slaap. Tails valt gewoon letterlijk in slaap. Ik ben net uitzetten, ja. I want bacon. Oh, wat gebeurt er? Wat is er dan ook? We zijn act 2, de finale. Volgende keer bij Sonic Mania. Zoals altijd, bedanken wij jullie voor het kijken. Time for cutscene! Bedanken wij jullie voor het First kijken. First cutscene! Wee! Die hadden we al gehad. Nee, niet dit. Er komt een zeg maar coole transition. We gaan dat even doen. Oké. We zien jullie volgende keer in... Sonic Mania. De finale. En zoals... Waar we het eindigen in een gigantische robot-kathedraal dinges. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Laat een reactie achter waar we nu heel veel over hebben gevraagd. Wat jullie waarschijnlijk niet gaan doen. Sowieso een like. Vergeet niet te abonneren. En zoals altijd. Wow. Houdoe. Doei.